Voorgestelde berichten van vreemden, oneindig veel reels die je niet interesseren en mensen die ongevraagd jouw Insta-activiteit in de gaten houden. Wil je meer privacy en controle krijgen over jouw Instagram-feed? In deze video geef ik je tips hoe je dit voor elkaar krijgt. Als je door je Instagram scrolt, kom je een combinatie tegen van berichten die je volgt, maar ook aanbevolen en voorgestelde berichten. Soms zijn de berichten een goede match, maar soms ook niet. Gelukkig kun je je voorkeuren gemakkelijk aangeven. Ga naar het kruisje rechtsboven. Daar zie je deze verschillende opties. En daar kun je jouw voorkeuren aangeven. Dit kan overigens ook bij Reels. Dan klik je op de drie puntjes rechts onderaan en klik je op geïnteresseerd of niet geïnteresseerd. Zo krijg je meer grip op je voorgestelde feed. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik op Instagram zit, dan kijk ik het liefste naar stories en reels van mensen die ik graag volg. Je komt van deze accounts vaak amper feedposts tegen. Via het kopje voor jou linksbovenin kun je filteren op volgend of op favorieten. Dan kun je de content die je echt niet wil missen altijd zien. Je kunt dit sinds kort ook doen voor je reels. Ga dan naar het Reels tabblad en klik bovenin op het kopje Reels. Klik in de dropdown die verschijnt op volgend. Zo weet je zeker dat je niks mist van wat jij leuk en belangrijk vindt. Wil je nu alles weten over hoe jij je Instagram feed eigen maakt? Ga dan naar het artikel met alle tips via de link in de beschrijving.